Welkom en leuk dat u weer kijkt naar een nieuwe Vraag op Straat. Wat is er aan de hand met NAC? Het ene duel wordt er gewonnen en het andere duel wordt er verloren. Met als resultaat dat NAC uitgeschakeld is in het bekertoernooi, want er werd thuis verloren met 0-2 van VVV. Maar waar ligt dit nu aan? Een compleet nieuw elftal? De trainer? Vraag op Straat vraagt het aan u. Ik heb geen idee. Ik weet het niet, maar een totaal nieuwe ploeg natuurlijk. 10 nieuwe spelers. Ja, dat moet even wennen. Ze moeten daar wennen aan elkaar. En ik moet een beetje geduld hebben, denk ik. Ja, dat zijn allemaal die buitenlanders. Ze weten, ze komen allemaal uit Engeland. In Engeland doen ze weg. Want als ze goed kunnen voetballen, dan blijven ze daar wel. Hè. Nou, ik denk dat NAC weer helemaal opnieuw moet beginnen en moet starten. En dat ze nog eventjes de tijd nodig hebben om op gang te komen. Maar daar moeten we niet van denken dat ze dat 1, 2, 3 gaat. Want dat zal wel even duren. Want iets wat zo afgebroken is, zo goed eigenlijk is geweest, dat doet het niet 1, 2, 3 opbouwen. Dat kan niet. Dus wij moeten de tijd ervoor hebben. Ze kennen elkaar niet vinden. Dan ga je daar 6 nieuwe andere spelers in gooien, dan kan het dat nooit samen accaderen. De enige die je voldoende had, dat was de keeper. Ja, ik denk dat er met meerdere clubs aan de hand is, dat er te weinig geld is om goed te investeren. En dat er spelers te snel van buiten gehaald worden zonder eigen jeugd kansen te geven. Je moet die man de tijd gunnen. Hè? Je hebt gewoon even tijd nodig om een elftal te vormen. Je kunt 11 goede spelers bij elkaar zetten, maar dan heb je nog geen goed elftal. Hè? Dus als die spelers aan elkaar de tijd krijgen om aan elkaar te wennen, om elkaar in te spelen, om in elkaar ingespeeld te raken, ja, dan komt het wel goed. Maar krijgen ze die tijd? Zie jij dit seizoen nog goed komen? Dat is afwachten. Ik wil het wel hopen. Maar als het niet zo is, dan verwacht ik toch als dat ze er best voor hebben gedaan. En als dat niet zo is, kijk, er zijn natuurlijk altijd wel voetballers die denken dat ze goed zijn en dan de laatste tijd van de competitie voor de eigen hachje gaan om nog een club op te zoeken waar ze iets wijzer van worden. Dat zou jammer zijn. Ik hoop als dat dit een beetje een homogeen team zal worden die samen probeert om wat te bereiken. En niet individueel dat we straks aan het eind van de competitie weer een stuk of 4-5 man moeten gaan missen die eigenlijk wel in staat zijn om NAC naar een hoger niveau te brengen. Leuk dat u weer gekeken heeft naar een nieuwe Vraag op Straat. Vergeet niet onder dit filmpje te reageren, want ik ben heel benieuwd wat u ervan vindt.